Een stukje uit het boek Gentle and the Veldmuis, geschreven door auteur Linda Grames. Vandaag presenteerde Grames haar boek aan leerlingen van de Bluffpandschool. De auteur is van mening dat door kinderen kennis te laten maken met nieuwe boeken, zij de motivatie krijgen om extra te lezen wat belangrijk is in hun verdere ontwikkeling. Gentle and the Veldmuis is geschreven voor kinderen van de basisschool. Waarvan ik denk dat we lezen moeten stimuleren. Het is belangrijk dat kinderen leren lezen en dat ze ook bezig gehouden worden. En dat de leescultuur van jongs af aan ontwikkeld wordt, zodat ze later, als ze moeten gaan studeren, ook vrij makkelijk door de boeken heen kunnen. Heeft u het idee dat de jeugd van tegenwoordig meer met technologie, dus telefoon, computers, bezig is dan dat ze met hun neus in de boeken zitten? Jazeker, jazeker. De resultaten wijzen het ook uit. Want van tsunami heb ik nog niet zo precies. Maar in Nederland blijkt ook dat het lezen, dat het niveau lager is gaan worden. Omdat de kinderen zoveel op de computer zitten. Ze hebben geen tijd meer voor het lezen eigenlijk. Hoewel er nog wel veel gelezen wordt, maar anderzijds zie je dus dat de computer, de iPads, die nemen gewoon de overhand. En je zou dan denken, kinderen lezen, maar kijken naar filmpjes is nog geen lezen. Snap je? En ik heb zoiets van, ik heb een boek geschreven en ik wil het in een tsunami presenteren. Grames begrijpt dat ouders tegenwoordig geen tijd hebben en het heel moeilijk hebben gezien de economische situatie. De auteur hoopt desondanks dat de ouders toch hun kinderen zullen stimuleren om meer te lezen of te blijven lezen. Wat er ook gebeurt, ongeacht dus de economische situatie, zouden de ouders toch moeten focussen op hun kinderen. Want de kinderen zijn gewoon de toekomst. En lezen, daar moet je tijd voor vrijmaken. En je hoeft niet een uur vrij te maken voor een kind, om met een kind te lezen als het kind nog niet kan lezen. Maar voorlezen doe je in 10 minuten, 15 minuten. Voor het slapen gaan. Gewoon altijd doen. De kinderen iets ouder zijn. Zorg ervoor als ouder dat als je kind te veel achter de computer zit of te veel buiten speelt. Buiten spelen mag is gezond. Maar leer je kind ook, pak een boek. Het is heel belangrijk. Want ik zie ook, in Nederland heb je ook kinderen die hier opgetogen zijn. Opgegroeid zijn en zo. En dan komen ze aan in Nederland, het is een leescultuur. Ga je studeren, heb je zulke dikke pillen. Nou, als je geen leescultuur hebt, haak je af. En daar pleit ik voor, want onze jongeren die kunnen best wel leren. Alleen het geduld om te zitten lezen, dat is niet aangeleerd. En dat kan voor problemen zorgen. Grames heeft enkele boeken geschonken aan diverse mediatheken in de hoop dat het lezen wordt gestimuleerd.